Het grondwerk voor de nieuwe asfaltlaag op de Lekenstraat in Beekendonk is gemaakt. Er zijn een aantal nieuwe straatkolken geplaatst, maar het wachten is nu op de asfaltmachines. Het verkeer zal straks rekening moeten houden met de wegen die van rechts komen. De kruisingen aan de Lekenstraat en Peerlijnseweg worden gelijkwaardig.